begon als cabaretier, liep stage naar Amerika, vervolgde haar weg bij RTV Utrecht. Nu kennen de meeste mensen haar van de Karel en CRV, waar ze programma's presenteert zoals de Keuringsdienst van Waarde en de Rekenkamer. Deze week in het bonusprogramma. Sofie van der Ring. Laten we beginnen. Hallo allemaal. Ja, het gaat wel goed hoor. Ja, het komt goed uit. Want, we zeiden het net al inderdaad. Veel mensen kennen jou van de Keuringsdienst van Waarde. Nou vertel je dat je daar net weg bent. Maar goed, je hebt daar wel sinds 2015 gewerkt. In die tijd heb je ook veel producten onder de loep genomen. Ja. Nou dachten wij, laten we even wat meenemen wat ook veel studenten van ons wel zullen kennen. Een paar producten. Oh, wat leuk. We hebben roze koeken, die kent iedereen wel. Lekker snacky. Ja. Mie, voor een goedkope avondmaaltijd. Ja. Kwark, energiedrank. Lekker voor bij het ontbijt. Frikandelbroodje bij de lunch. Ja. Zijn er van deze producten dingen die jullie hebben uitgezocht? Of producten die je nog graag had willen uitzoeken als je langer bij de Keuringsdienst van Waarde had willen blijven? Even kijken. Nou, die Mie die hebben we heel recent onder de loep genomen. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen Mie en spaghetti? Ja, waar kwamen jullie uit? Dat is eigenlijk op een gegeven moment ze in Nederland dus de Aziatische keuken introduceerden. Daar kan mijn moeder ook smakelijk over vertellen dat toch wel heel iets exotisch was. Omdat mensen tot diep in de jaren 70 wel gewoon alleen maar aardappels, groente, vlees zeg maar aten. En dat was echt iets heel nieuws. En om dat dan een beetje goedkoop aan de man te brengen, nou, spaghetti was dan het eerste. En op een gegeven moment kwam ook de Aziatische keuken. En toen wilden ze natuurlijk spaghetti. Is het toch een soort spaghetti? En moet je dat dan helemaal uit Azië halen? Dat is een hele slimme Hollander geweest van de honing. Die dacht, ja, kan ook gewoon naar een spaghettifabriek in Italië gaan. En dan doen we er een Aziatisch verpakkingje omheen. Nou, dan is het Mie. Ja. Maar dat is dus gewoon spaghetti. Dus daar kwamen we op uit. Dat vond ik geestig. De roze koeken, dat roze van de roze koeken. Ja, het luizenbloed. Het luizenbloed. Ja, dat is niet zo best, hè? Nee. Ja. Even kijken. Ja, de kwark. Alle varianten zijn voorbijgekomen. De skeer. En wat is het verschil tussen Bulgaarse yoghurt, Griekse yoghurt, Turkse yoghurt? Dat is allemaal erg beperkt. Maar je komt dus wel achter heel veel dingen en ook wel af en toe achter vieze dingen, hè, zoals met die roze koeken. Als je dan nu zelf soms ook in de supermarkt loopt, denk je dan soms ook echt van, ja, dit laat ik toch nog even liggen? Nou, kijk, zolang de voedselveiligheid niet in het geding is. Kijk, het is heel goed dat er heel veel eten gemaakt wordt op hele grote schaal. Dat is, ja, we kunnen niet allemaal bij onze macrobiotische markt met een verantwoorde, zelfslachtende slagertje. Ja, alles kopen, want dat gaat gewoon niet. Daarvoor zijn we met te veel. Dus er is echt niks mis met de voedingsindustrie. Er kan soms iets mis zijn met de claims die op producten gaan die dan een beetje inhoudsloos zijn. Zoals samen op weg naar Planet Proof of zo. Ja, wat betekent dat dan eigenlijk? Dat is wel reclame inderdaad. Ja. Maar goed, voor de rest laat je alles nog wel. Of tenminste, hou je alles nog wel in de supermarkt. Ja, ik zou geen kiloknallers vlees kopen. Weet je, en echt proberen vlees te minderen. Dat is denk ik het allermakkelijkste wat we allemaal kunnen doen. Ja. Maar Ja, dit is over de Keuringsdienst van Waarde. Daar gaan we zo meteen nog even uitgebreid op in. Maar je begon niet meteen met de journalistiek. Je hebt Amerikanistiek gestudeerd. En je werkt als cabaretier. In 2001 heb je ook een prijs Cabaretten gewonnen. Dat is een grote prijs voor cabaretiers in Nederland en in Vlaanderen. Maar toch koos je ervoor om dat succes achter je te laten. Cabaretier succes. En ging je het journalistieke pad op. Ja. Je ging namelijk stage lopen in New York bij Amerika-correspondent Max Westerman. Ja, waarom heb je dat cabaretierpad dan toch achtergelaten? Nou, dat hele cabaretverhaal, dat was eigenlijk een beetje, ja, dat was een beetje spontaan eigenlijk. Dus ik studeerde gewoon in Groningen en ik wilde ook wel echt een studie afmaken. Ik had met heel veel pijn en moeite mijn VWO-diploma gehaald. Dus ik dacht, ik moet wel echt een studie afmaken. En toen deed ik theatersport als hobby. En toen kwam ik op een gegeven moment samen met een van mijn cabaret of mijn theatersportmaatjes op het idee om een cabaretprogrammaatje in elkaar te draaien en dan te kijken of we mee konden doen aan het Groninger Studenten Cabaret Festival. En daar zaten we toen in. Toen, dan moeten we eigenlijk zorgen dat we
wat meer ervaring opdoen. Want eigenlijk, dat is met journalistiek, maar ook met cabaret, of eigenlijk elk vak dat je doet, de 10.000 uur regel. Je moet je 10.000 uur halen om echt heel vaardig te worden in je vak. Dus dacht, dan kunnen we de selectie doen van kameretten. Daar gaan we natuurlijk nooit inkomen, want dat is voor mensen die kleinkunstacademie doen. Lukt het toch? En we waren geneeskundestudenten en ik studeerde toen nog Spaans. En toen zaten we er ineens in. En ja, toen wonnen we ook nog. Dus het was een beetje bizar. Het was niet echt niet verwacht dus. Nee, wij waren de jongste deelnemers ooit. We deden helemaal geen vakopleiding. En het was ons tiende optreden ever. Maar toch was het meer leuk voor ernaast. Je dacht niet, nou, hier ga ik in verder. Nou, ik kreeg dus, omdat ik kreeg echt enorme imposter syndroom. Omdat als je voor een zaal staat met echte mensen, ja, ik vind dat erger dus dan mensen die gewoon dan een apparaat, zeg maar. En er is nog gemixt. Nu hebben we en het publiek en camera's. Ja, ik vind jullie dus enger dan jullie. Een zaal vol mensen en dan ook nog met de pretentie dat je ze allemaal grappen gaat maken, dat mensen daarom gaan lachen. En dan, nou, ik was zo ziek. Van klein beetje plankenkoorts dus. Nou, je laat een klein beetje maar weg. Gewoon echt, Is er wel iets wat je uit die tijd als cabaretier dan hebt meegenomen in de journalistiek? Was dat iets van een interesse die een beetje gedeeld was? Nou, ik vind het zelf altijd heel jammer als journalistiek alleen maar, of eigenlijk wat voor boodschap met enige inhoud, zeg maar, als het alleen maar zwaar en serieus is. Dat word ik nooit erg warm van. En ik heb ook niet het idee dat dat de meest effectieve manier is van communiceren naar mensen. Dus als je ergens een combinatie, daarom denk ik dat de keuringsdienst bijvoorbeeld ook goed werkte voor mij, als het wel ergens over gaat, maar toch op een lichtvoetige manier gebracht wordt. Dus ja, gewoon belangrijk om leuke dingen toch inhoudelijk te maken en inhoudelijke dingen toch ook een beetje leuk. Ik denk dat dat eigenlijk uiteindelijk is wie ik ben geworden dan als dat neem je dan dus mee in de journalistiek nu? Ja. Mensen vragen van, doe je nog iets met je cabaret? Of toch zonder dat je niks meer ermee doet? Maar je doet altijd toch alles met alles wat je hebt gedaan. Of zo. Het is toch nooit verloren? Alle ervaringen die je opdoet zijn relevant. Nou, nog even terug dan naar die ervaring voor jou in New York. Hoe kwam jij daar binnen op dat moment? Hoe kwam ik daar binnen? Ik wilde heel graag. Ik had eigenlijk twee dingen die ik heel graag wilde. Ik wilde heel graag naar New York. Ook omdat ik ontzettend verliefd was trouwens toen op iemand die daar woonde. Die woont trouwens nu bij mij in huis. Dat is wel echt super leuk. Dat is toch goed gegaan ergens? Ja, het heeft wel heel lang geduurd, maar nu is hij er. En het tweede was dat ik heel graag bij televisie wilde. En dat was natuurlijk, ja, ik was dus heel serieus zo'n universitaire opleiding af te kakken. Maar je wil ook een vak leren. En journalistiek is eigenlijk gewoon een super praktisch vak. Je doet het zeker nu al beter dan dat ik het heb gedaan. Je hebt een heel praktisch vak gekozen. Ja, want toen je daar ook vingers krijgen. Toen had je alleen maar kennis over Amerika natuurlijk, door je opleiding. Maar je had nog geen journalistieke kennis, toch? Nee, met camera's werken. Ja, ik had een bijvak journalistiek gevolgd. Iets van theorie van de journalistiek. Of echt heel dan niet leuk. Toen dacht ik, toen ik dus ging solliciteren bij Max Westerman, dan zit je dan bij RTL. Ja, wat heb je gedaan aan journalistiek tot nu toe? Dus alleen dat hele stomme bijvak. Dus ik heb allemaal vakken ook gevolgd van de journalistiek. En super interessant natuurlijk. En toen ben ik een beetje bluf daar binnengekomen. Gebluft dus. Ja. En je hebt zeg maar dat praktische dan geleerd tijdens je stage. Mm-hmm. Ja. Denk je dat bluffen belangrijk is om binnen te komen ergens? Ja, zeker. Ja. Journalistiek is echt toch wel ook een deel bluff, inderdaad. Gewoon doen en erop afgaan. Ja, dat vond ik. Dat is ook een beetje het buikpijndeel, eerlijk gezegd. Want vaak genoeg dan zit je met de telefoon in je hand. Hè, dan moet je dus iemand proberen gas te produceren of iets te bereiken of zo. Ik heb heel veel buikpijn gehad. Klinkt een beetje gek om nu te zeggen dat ik bij de keuringsdienst zo lang heb gezeten dat je een soort telefoonangst hebt. Want daar bellen we toch best wel veel. Het voelt altijd een beetje zoals dat moment als je dan met een achtbaan of zo, hè, dat je dan zo heel langzaam omhoog gaat en dat is dat zenuwslopende moment. Dat heb je als je gaat bellen? Ja. Nog steeds ook? Ja. Ja, hebben jullie, dat heeft toch iedereen? Dus elke keer een drempel waar je dan overheen gaat, zeg maar. Ja, en dan maar op een gegeven moment gaat hij over en dan ga je gewoon. Ja, dan als iemand opneemt, dan moet je wel. Dus. Ja, herkenbaar. Ja, dat hebben wij ook wel eens. Het moment vlak ervoor is altijd het ergste. Ja. Dan denk je, ik ga dood. Ongeveer, toch? Ja. En dan
Kijk nou ja, elkaar nog één keer aan en dan was heel leuk. En dan ga je er toch maar voor. Ja, ja, precies. Maar terug dat het ook elke keer opnieuw weer moet, hè? Dat vind ik ook zo frustrerend. Flauw. En het wordt dan ook niet beter. Ook maar niet je had er wel goede research uit. Dat wel. Ja. Ja. Maar goed, maar terug over je stage dus in Amerika. Nou, daar in de journalistiek gaat het natuurlijk heel anders dan hier in Nederland. Nou, is er iets uit de journalistiek in Amerika waar wij hier in Nederland van op zouden kunnen kijken? Nou, wat heel lekker is aan Amerikanen, is dat ze ongelooflijk goed zichzelf kunnen presenteren. Dus het maakt ook niet uit, als je bijvoorbeeld gaat foxpoppen op straat in Amerika, dan heb je gewoon de ene na de andere topquote. Die mensen die worden daarin getraind of zo, die hebben een soort interne klok van 12 seconden of zo. En die geven dan met emotie en precies met de goede energie. Die eindigen niet elke keer weer met een komma. Nee, precies. Die zinnen gaan netjes omlaag aan het eind. Dan kun je die montage ook nog mee uit de voeten. Maar hoe komt dat, denk je? Ik denk dat ze er heel erg mee oefenen. En het totale gebrek aan dat doe maar gewoon cultuurtje, wat wij natuurlijk heel erg hebben, maakt ook dat mensen zich niet generen of zo. Als jij mij op straat vraagt, wat vind je hier of hiervan, dan wie ben ik nou om daar iets over te zeggen of zo? Terwijl in Amerika heeft iedereen gewoon verstand van alles. En kunnen ze dat ook gewoon zonder enige scrupules gewoon over het voetlicht brengen. Dat is heel erg handig. Maar ja, dat is gewoon het basismateriaal waar je mee werkt in Amerika natuurlijk. Ja, daarna mocht je het in Nederland gaan meemaken. Namelijk nadat jij in New York was geweest, je studie had afgerond, ging je aan de bak bij RTV Utrecht. Daar mocht je dus ook in Nederland foxpops gaan doen. Ja. Maar laten we eerst even naar een stukje van jou kijken daar. Ja, Sophie van den Enk, vermaak jij een beetje in dat feestgedruis? Zandkruur, schat, hè? Ik zeg het nog één keer. Ja. Ik denk, ik probeer het met zo'n muts. Misschien kom ik dan helemaal in de stemming. En de scouting is hartstikke leuk, hè? Ja! De laatste blaadjes werden er nog van afgeveegd. Het moet natuurlijk allemaal tip-top in orde zijn. Lef, jij durft toch alles aan? Ik ga het gewoon proberen, ja? Start, is goed. Okay, nou, dus waar moeten we die kant op voor het atelier? Is toch daar? Inderdaad, ja, Sophie. Nou goed, je ging dus aan de bak bij RTV Utrecht. Sophie van den Enk. Ja, het was zo leuk. Laten we nog een keer kijken. Ja. Waarom ging je aan de bak daar bij RTV Utrecht? Nou kijk, ik had natuurlijk in Groningen dus een paar bijvakken journalistiek gevolgd. En daarna die stage bij Max Westerman. Maar eigenlijk was die stage bij Max was ook wel heel erg voor mij een manier om in te zien. Oh wacht, dit moet ik nog helemaal leren. En een plek om alles te leren is natuurlijk bij uitstek RTV Utrecht. Of ja, een regionale of lokale, maar regionaal is natuurlijk wel net even mooier, plek om gewoon dus dat hele spectrum zeg maar te beslaan. Want je doet daar radio, televisie. Ik begon als verslaggever, maar uiteindelijk ging er weer iemand naar Hart van Nederland of zo. Dus toen ben ik gewoon binnengestapt, ook weer met Petje Bluf bij de hoofdredacteur. Ik kan dat wel. Oh ja? Weer bluf. Ja, weer bluf. Weer zo'n rollercoaster moment dat je denkt, oh my god, ga ik dit doen? Ja, maar ik denk, dat wil ik gewoon heel graag. Ja, ze staan er dus ook juist heel erg open voor nieuwe jonge mensen, toch? Voor nieuwe verslaggevers. Ik heb inderdaad mijn sollicitatiebrief bij RTV Utrecht. Toen was Katrien Straatman, die nu op Radio 1 het nieuws leest, die werkte daar en die zat in een koor met mijn vader. En die zei van, mijn vader had geregeld dat zij mij dan wel een beetje wilde helpen of zo. Dus ze hebben me een rondleiding gegeven en ze zei, één tip, als je solliciteert, korte brief. Want je schrijft hem aan Wim Kramer, die houdt niet van dat hele geouwe hoer. Dus korte brief. Dus ik dacht, korte brief, een beetje gutsy of zo. Dus ik had opgezocht de noordelijkste, de zuidelijkste, de oostelijkste en de westelijkste plaats in de provincie. Dus iets van Zegveld tot Nieuwegein, van daar tot daar. Mijn ambities zijn zo groot als de provincie Utrecht, wat natuurlijk niet helemaal waar was. Een beetje met een knipoog van, ik heb een mooi beginnetje gemaakt bij RTL Nieuws. En ik wil nu het hele vak leren. Mag ik alsjeblieft bij jullie komen beginnen? Ik ben nergens te beroerd voor, maar ik wil wel verslaggever worden. En toen ging er net iemand weg. En toen belde die binnen een week op. En ik zat met een of ander kansloos uitzendbaantje bij de ABN AMRO, wat natuurlijk vreselijk was. En toen belde hij op, je hebt de baan, je mag beginnen als junior verslaggever. Nou, dat is echt te gek. En je zegt ook zelf van, dat lijkt me een goede plek om ook te beginnen en om dingen te leren. Ja. Maar hoeveel ruimte had je daar ook om van alles te doen? Kreeg je daar ook bijvoorbeeld nog interne opleidingen of iets? Of leerde je gaandeweg tijdens reportages maken hoe je dat deed? Nou ja, de interne opleiding is toch wel het doen.
En ook de mix van mensen die er zitten. Er zijn mensen die natuurlijk bij RTV Utrecht zitten en ook blijven. En dat zijn de mensen waar je gewoon heel erg veel van kan leren. En dan juist een beetje die combinatie van de energie van de jonge mensen die er zitten en de stagiairs die elke keer wisselen. Dat maakt eigenlijk voor een hele dynamische werkomgeving. En dan hangt het heel erg van jezelf af. Van wat pak je op? Hoeveel initiatief toon je? Waar ligt echt je interesse? Maar je moet daar wel, het stopt natuurlijk niet bij het hebben van een baan. Zeker niet bij de journalistiek. Dan begint het eigenlijk pas. Had jij dan ook met steeds een nieuwe aanwas het idee dat het een beetje een vernieuwende redactie was? Waar ook vernieuwende dingen werden gedaan bij RTV Utrecht? Of viel dat nog wel mee? Nou, het is een vak wat heel erg in beweging was vanaf het moment dat ik er zat. Want dat begon iets daarvoor. In eerste instantie gingen verslaggevers bij RTV Utrecht. Nou, dit is echt een soort van oude doos werken. Maar op pad is een verslaggever, een cameraman en een geluidsman. Met drie mensen ging je op pad om je reportages te maken. Nou, de geluidsman was al weg toen ik kwam. Maar ik ging nog op pad met een cameraman. En dan kwam je terug met je bandje en dan ging je naar de editor. En dan ging je eerst dingetje spotten en dan in elkaar zetten met een editor. En toen ik er zat, toen kwam op een gegeven moment Michael Rosenblum uit New York trouwens. Echt zo'n cameo-goeroe vertellen in een week tijd hoe we reportages zelf moesten maken. Cameo. Nou, dat was grappig, want je begon dus niet meteen met cameo. Ik heb het nog net oldschool meegemaakt. En zelfs bij Max Westerman hadden we de bandjes nog analoog. Dus om dan moesten echt zo stukjes film terug. Ja, het is dat, en dat is toch, ja, oké, ik ben wel een beetje oud, maar ook niet zo oud of zo. Dat was in 2004, dus dat gewoon nog zo ging. Ja, en nu is natuurlijk alles met cameo en je doet alles zelf in je eentje op pad, inderdaad. Ja. Dus en dan leer je wel natuurlijk heel erg veel, want dan moet je wel. Ja, en wat heb jij daar dan nog verder allemaal geleerd? Want je presenteert en je doet natuurlijk verslag. Ja. Zijn er nog meer dingen die je daar hebt opgedaan? Nou, ook het verschil tussen nieuwsverslag. Want ik ben echt begonnen natuurlijk bij nieuws en op een gegeven moment ook human interest gaan maken. Dat zat daar geloof ik ook wel in, een programmaatje. Het was de eerste keer dat ik iets maakte met een productiemaatschappij, met Sky High TV in Hilversum. En dan wordt je wereld weer anders en groter. Dan ben je echt het gezicht van het programma, maar dan zit er in één keer een hele redactie achter met mensen die voor jou bedenken wat jij gaat doen. Dat vond ik de grootste overgang naar Hilversum. Dat je in één keer, RTV Utrecht, doe je alles gewoon in je eentje. Je hebt deze hier heb ik zelf. Ik denk dat dit ochtendnieuws is namelijk, want ik zie die tickertape en het is 6:06. Dat lijkt me ochtend. Dus ik heb hier zelf mijn visagie gedaan. Ik sta daar met met een pedaaltje de autocue te bedienen. Ik heb zelf die teksten geschreven. Ik heb de deur van het alarm gehaald in de ochtend. Het is gewoon echt. Stond er wel iemand achter de camera? Nee, dat was een robot. Het is alles echt gewoon do it yourself eigenlijk. Dus, ik dacht nog even, moet je nog een bel op mijn hoofd en dan ben ik echt soort van one man band. Maar je zou dus ook denken van, zoiets als RTV Utrecht, een regionale omroep, is misschien beter om mee te beginnen dan bijvoorbeeld bij een NOS. Omdat eigenlijk je daar wel veel meer zelf natuurlijk leert. Ja. En gek genoeg was dat bij Max Westerman ook zo. Want dat is ook heel klein natuurlijk. Hij zit dan als onderdeel, nu is dat wat Erik Mout aan doet. Hè? Max is de voorganger van Erik. Dan heb je een redactie als onderdeel van het CBS-gebouw. Dus wel zeg maar, de faciliteiten van een grote nieuwsorganisatie. Maar je eigen redactietje met een producer en een stagiair. En that's it. En een soort schilletje van freelance cameramensen waar je een beroep op kan doen als er iets gedraaid moet worden. Maar that's it. Dus dan kan je ook heel veel doen zelf. Ja. Dan kijk ik even naar de zaal. Zijn er al vragen voor Sophie? Dan mag je gaan staan. En zo niet, dan hebben we nog genoeg te bespreken. Dan gaan we nog even door en dan zo een nieuwe kans. Maar al een vraag? Nee? Brand los. Nou, dan gaan we jullie nog vragen eventjes zijn door. Zo goed en zo compleet. Jongens, journalistiek studenten. Nou, dankjewel. Dan gaan wij nog eventjes verder. Tijdens jouw tijd bij RTV werd je ook jakhals bij De Wereld Rijdt Door. Hierdoor werd je ook een beetje ontdekt bij de KRO. Ja. En toen maakte je dus ook de overstap naar hun. Je bent daar aan de slag gegaan en verschillende dingen mogen maken. Radio, meer de amusementsprogramma's en nu de laatste tijd vooral wat meer onderzoeksjournalistiek. Ja. Wat maakte de KRO en dus nu de KRO-NCRV als iets wat bij jou paste? God, moet ik daar nou over zeggen? Kijk, alle landelijke omroepen hebben
mooie doelen hè, die ze nastreven. KRO en NCRV is natuurlijk heel erg een inclusieve samenleving en menselijke waarden en zo. Dus dat beet elkaar niet. Dus dat vond ik wel een logische plek. Ik heb ook, want bijvoorbeeld bij BNNVARA, dat was toen nog echt VARA, als jakhals gewerkt bij De Wereld Draait Door. Dat was een hele harde omgeving. Maar uiteindelijk is alles in Hilversum vrij hard, hoor. Maar te hard ook voor jou dan? Hilversum überhaupt? Nee, wat je als jakhals deed bij De Wereld Draait Door. Ja. Nee, dat is niet. Je hebt een beetje verschillende benaderingen. Hè, van wanneer halen mensen nou het beste uit zichzelf? Het is ook een. Ja, je kan mensen dan iemand aanmoedigen en complimenten geven en dan hopen dat iemand groeit. Maar je kan ook kijken, weet je, als je iemand onder water duwt, een tijdje, dan kan je ook krijgen dat er bij iemand een soort overlevingsinstinct opkomt. En dan kom je daaruit sterk omhoog. Dat is een beetje. Dat was het verschil tussen BNN en KRO overal. Zeg maar. Nou ja, dit zijn gewoon random voorbeelden. Nou, maar wat maakte jij zelf mee dan? Nou ja, het is. Het tempo ligt hoog, het is vrij, de feedback is genadeloos. Je moet echt heel snel een dikke huid ontwikkelen om daarmee om te gaan. En je draait mee op het hoofdpodium, krijg je dan te horen. Dus get with it. Bam, ja. Dus je telefoonangst, daar heb je niks aan. Je moet gewoon elke dag iets maken. En het moet echt leuk zijn. Nou, succes. Go, go, go. Ja, en hoe was die sfeer dan vooral bij de KRO? Nou, dat is heel verschillend. Want als je hier kijkt, dan zie je hier zo Paul Rabbering en ik. Dat is bij 3FM. Dan hadden we op zondagavond een programma over liefde en vooral over seks. Dat vond ik het leukst ook. En dat is radio. Dat is gewoon zitten, praten en dan is het er. Dat is heel relaxed. Hints, dat was eigenlijk maar 5 opnamedagen. Dat is een enorme spelshow. Maar meer qua sfeer, zeg maar, kreeg je daar dan meer juist positieve feedback? In tegenstelling tot wat je daarvoor kreeg bij BNN. Zeg maar, is dat een beetje verschil op de redactie? Ja, ik zit even te denken. En die onderste twee, dat was Eureka en Rekenkamer. En dat is ook de producent van Keuringsdienst van Waarde uiteindelijk. Dat is Daal Blazowski. Eigenlijk dat bepaalt de sfeer. Want KRO en NCRV is een gebouw in Hilversum. Maar eigenlijk al die dingen maak je met op de locatie. Mensen waar je mee samenwerkt. Dus je bent niet per se de hele tijd daar of zo. Ja, oké. Okay. Ja, en natuurlijk bij KRO en NCRV is. Het heeft natuurlijk een katholieke en christelijke achtergrond. Ja. Merk je dat dan ook terug in de programma's die jullie allemaal maken? Of totaal niet? Nee, hooguit dat de levensbeschouwing wel een thema is daar of zo. Maar het is niet. Ja. Niet is religieus, zeg maar. Is zo'n naam nu dan niet nog verwarrend? Dat nog wel die achtergrond erbij heeft? Ja, dan heb je het over het hele Nederlandse publieke bestel. Dat is een. De EO heb je. En ja, inderdaad, de EO bijvoorbeeld nog wel een geloof. De EO heeft inderdaad wel. Kijk, ze hebben wel allemaal een identiteit. Maar kijk, KRO is 100 jaar geleden opgericht. Die R staat voor radio. Nou, dat slaat natuurlijk ook al nergens meer op. Dus maar. Vooral de herkenning, waardoor het gewoon lekker zo blijft dan. Ja. Nou ja, en ik weet niet of dat überhaupt herkenning oproept nog. Weet je, is in de term KRO of VPRO of EO, zegt dat jullie iets? Is dat nog relevant? En dan, ik zie hier wel ja. Maar ja, jullie zijn natuurlijk wel mensen uit het vak. Dus jullie hebben er ook een bepaalde interesse voor. Maar ik vraag me af of de gemiddelde Nederlander dat heeft. Daarom is de NPO natuurlijk ook sterk aanwezig. En die hebben ook dat allemaal veranderd. Hè? Dat NPO 1, 2, 3. Vroeger noemden we dat Nederland 1, 2, 3. Dus de NPO wil steeds prominenter worden. En de omroepen. Ja, het is gewoon vooral van oorsprong heet het zo. Maar je ziet er niet heel veel meer in terug. Behalve misschien maatschappelijke thema's. Maar voor de rest. Nou ja, en het zijn de wortels van hoe wij media maken, hè? In ons land. Het heeft wel een geschiedenis. En daarmee ook een relevantie. Je kan zeggen van we doen het weg. Maar ja, je hebt niet zomaar iets nieuws. Dus ik denk dat het wel van belang is om het zo te houden. Maar dan moet dat ook een beetje de ruimte krijgen. Nou, van die 100 jaar dat ze dus al bestaan, werk jij er ongeveer 15. We gaan zo nog over veel meer praten. Maar we willen eerst naar een vast rubriekje in het programma. Dat heet Dilemma Donderdag. Ik schoot een aantal dilemma's voor aan jou de taak om zo snel mogelijk één van de twee te kiezen. Er zit een muziekje bij. Als het goed is. Anders doen we hem zonder. De Keuringsdienst van Waarde of de Rekenkamer? De Rekenkamer. Docent of cabaretier? Docent of cabaretier? Ja. Docent.
Camping Bakken of Geversduin? Geversduin. 2 weken niet douchen of elke dag 2 weken lang hetzelfde moeten eten? 2 weken niet douchen dan. Frans of Amerikaans? Oeh, die is onmogelijk. Oké, Amerikaans. Ja. En een operaconcert of een festival? Opera. Amusementenprogramma's of journalistieke programma's? Journalistiek. Ja. Dat waren ze alweer. Nou, tof. Dankjewel. Ja, muziekje. Nou, journalistiek zeg je dus. Ja. Nou goed, een van de meest populaire programma's waar jij mee hebt gewerkt voor een hele lange tijd is Keuringsdienst van Waarde. Dat is een programma waarbij jullie producten onderzoeken en kijken of dat voldoet aan de reclame. Oh, het is alleen maar... Niet de kauwgom, dus het is geen plastic en kauwgom. Ik wist niet eens dat het allemaal bestond. Serieus niet. Nee. Nieuwe, die zijn nieuw en de nieuwe van nu, die zijn oud. Of niet zo nieuw. Ja, dat zijn de oudere haringen. De oudere haringen. Goedendag. Goedemiddag. Hallo. Zit even te kijken hoor. Wat voor soorten varkensvlees heeft u allemaal? Dit is het. De brouwzaal. Redelijk nieuw, maar top. Een top. En omdat het dan samen klontert, is het er makkelijker uit te halen. Ja, zo'n haarnetje staat ook iedereen. Prachtig. Ja, nou, jullie hebben dus echt al zo'n 400 afleveringen gemaakt. Dus 400 producten onder de loep genomen. Dat is behoorlijk wat. Maar hoe weet je dan van tevoren altijd dat zo'n product interessant is om daar iets over om te onderzoeken? Hoe kom je daar aan de ideeën? Nou, dat weet je natuurlijk niet helemaal, maar de redactie doet daar met name al behoorlijk onderzoek voor, voordat we hier aan tafel zitten en gaan bellen. Maar het bellen is ook nog wel onderdeel van het uitzoeken waar zit nou de echte vraag. Of waar zit. Soms is het net dat een bepaalde vraag niet werkt en dan moet je hem iets anders formuleren. En dan kijken, weet je wat, met carbonada, waar we een beetje zo op zoek. Dan denk je, ja, bijvoorbeeld. Is het dan het leukste om te vragen van wat gaat er in pasta carbonara of wat is pasta carbonara? Of, en op een gegeven moment kwamen we erop uit dat we dan deden... Ja, ik maak het pasta carbonara met zo'n zakje, maar die zijn op en ik heb geen tijd om te komen. Dus kun je heel even oplezen wat de ingrediënten ook alweer zijn van het zakje, want dan kan ik het zelf maken. Nou ja, dus dan gaat iemand oplezen als ze mee willen doen, hè. Nou, oké, melkpoeder. Oh, melkpoeder. Ik weet even niet of ik dat in huis heb. Oké. Ga verder. Ja, E-drillen. Wat is dat dan? Nou, dat heb ik ook niet. Maltrix, strozen. Allemaal van de ingrediënten die je natuurlijk helemaal niet hebt. En dan, ja, dan is daar een beetje de grap van. En ja, jullie dat is natuurlijk geen carbonara. Jullie worden ook wel eens getipt, toch? Over producten. Van, hey, zoek dit eens uit. Ja, zeker. De productie moet behoorlijk omhoog. Soms we hadden zelf ook wat idee van... we worden zelf ook steeds meer zo'n fabriek... waarbij de productie omhoog moet. En dan, dus als je goede ideeën hebt... je kan altijd de redactie helpen. Ja, laat helpen. Het weten. Is er ook wel zo'n aflevering dan dat je bezig was... dat je er een keer achter kwam... oh ja, er is eigenlijk niet echt iets meer om te onderzoeken... dat jullie dat niet hebben uitgezonden? Of ja, als er echt dan geen haakje of iets blijkt te zijn... dan wil je hem natuurlijk wel voor... aan in het proces al gekild hebben en niet als je al een item gedraaid hebt. Dus dat is wel een kwestie van goed uitzoeken. Maar we hebben ook wel eens bijvoorbeeld... IKEA had mondgeblazen vaasjes of zo. Je mondgeblazen vaasjes, oké. Die staan daar dan echt met honderden tegelijk... keer al die IKEA-vestigingen. Dat kan helemaal niet. Nou, uiteindelijk kwamen we dus echt uit... bij iemand die echt mondgeblazen die vaasjes zat te maken. Dus dat was echt zo... Ja, nou ja, dan kan je dat ook vertellen, dat het echt waar is. En stel, er komt dan dus iemand naar jou toe, pak even de... Oh, heeft de iemand een vraag, want dan moest je gaan staan, toch? Oh. Maar stel, er komt dus iemand naar jullie toe of bij jou de buurman die zegt... hey, die frikandelbroodjes volgens mij deugen die helemaal niet. Wat zijn dan de stappen die jullie ondernemen om te kijken of je er wat van kan maken? Nou ja, dan is het natuurlijk... welke vraag zou jij stellen als journalist als dat het verhaal is? Die deugen helemaal niet. Waarom? Ja, wat is er dan mee? Ja? Ja, nou, dus dan mag die buurman dat vertellen, of hij daar echt een verhaal bij heeft. En dan, maar het is toch ook lastig, want als er bijvoorbeeld dus heel veel producten, die zijn nog helemaal niet uitgezocht. Als je dan op Google eerst gaat kijken, dan vind je toch helemaal niet gelijk wat? Nee, je moet, ja.
Nee, ik weet ook niet of je echt per se begint met Google. Je moet kijken. Er zijn ook bijvoorbeeld heel veel vakbladen die de redactie leest en zo. Over de boerderij, vakbladen, de agrarische sector. Daar speelt natuurlijk al een heleboel. Het begint niet altijd echt met het product en dan terugredeneren. Soms kan je inderdaad iets weten en dan begin je vanuit een journalistiek verhaal en dan zoek je daar een product bij. Dat kan ook. En wanneer zijn jullie dan ver genoeg om echt te gaan filmen? Dat die camera aangeklikt wordt, jullie gaan bellen en dan begin je? Wat? Ja, dan moet je toch wel weten dat je op een paar plekken welkom bent. Je hebt toch wel een goede aflevering. In ieder geval 3-4 scènes nodig. Dus dan moet je toch op 3 of 4 plekken kunnen filmen. En als je weet, voor bepaalde dingen liggen zaken heel gevoelig of zo. Maar je kan eigenlijk zonder die ene producent het verhaal toch niet echt goed maken. Dan moet je dus kijken of je daar weggetjes omheen kan bewandelen. Ja, precies, want jullie moeten meerdere bronnen inderdaad spreken. Maar jullie zijn ook super kritisch. En jullie komen soms achter dingen die niet heel goed zijn voor het bedrijf zelf. Ik kan me voorstellen dat ze niet altijd met je willen praten. Dus wat doe je dan op zo'n moment? We hebben best wel vaak dat we echt afwijzingstelefoontjes moeten bellen. Weet je, dat niet per se de leukste telefoontjes ook weer. Maar dan weten we al, dan heeft de redacteur contact gehad met een bepaald bedrijf. En het is duidelijk, ze willen niet dat je komt filmen. Oké. Maar ja, dat heb je dan in een mailtje. Daar heb je niks aan als je een tv-programma maakt. Nee, ja. Dus we moeten die belletjes. Dus dan ga je bellen. Dan ga je bellen met iemand waarvan je weet dat hij gaat zeggen: de fuck, waarom bel je? We willen helemaal niet meedoen, weet je wel. En dan moet je, het is een soort, ja, ben je echt aan het zuigen gewoon natuurlijk. Ja. Waarom dan niet? En we kunnen het ook zo doen. En dan hoop je uiteindelijk, ja, heel lullig gezegd, dat uiteindelijk de irritatie een beetje oploopt. Iemand zegt, ja, nou, daarom niet. Iets meer informatie dan net, toch net iets meer informatie geven dan ze willen. Maar je kunt toch vertellen hoe het proces gaat. Kijk, dan kunnen we het niet filmen, maar dan kunt u mij dat nu toch vertellen aan de telefoon. Je moet natuurlijk wel altijd heel vriendelijk blijven en een beetje. Je moet er ook niet erg vinden, dat zag je net al in die fragmenten, om een beetje dom over te komen. Ja, en als je dan dus aan het bellen bent met iemand bijvoorbeeld, je belt ook en dan laat je zien van, hé, we mogen wel langskomen. Maar is dat gesprek dan eigenlijk al een beetje nep? Dat hebben jullie al, je weet al wat diegene gaat zeggen dan. Want je weet al dat je langs mag komen, daarom kan je het programma maken. Ja, maar degene die langskomt weet natuurlijk niet altijd precies wat wij helemaal gaan vragen. Dat willen ze natuurlijk wel altijd weten, wat is de insteek? En dat kan je natuurlijk wel zeggen. Maar soms heb je dat je zegt van oké, dat is de insteek, daar beginnen we mee. En dan uiteindelijk, zit er echt een confrontatie bij. Hè? Dan hebben wij toch meer informatie en dan kunnen we dat voorleggen. En dan geven we hen de kans. Dat is op zich gewoon goede journalistiek, hoor en wederhoor. Hé, wij hebben uw product laten onderzoeken. U zegt het is biologisch, maar we zien dat pesticiden XYZ hierin zijn aangetoond. Goh, hoe zit dat? Ja. Het is ook gewoon goed om al van tevoren een groot deel te weten, zodat je het kunt bevestigen daar. Ja. Dus ja, precies. Ja. Zal het goed onderzoek doen. Ja, het is wel fijn als je als maker goed weet waar je het over hebt. Tenminste, als maker, als tv-maker. Hè? Dat niet als maker-producent. Ja. En nog terugkomend op dat dus net van, stel je voor, bedrijven willen niet met jou in gesprek gaan dus. En ze zeggen echt gewoon nee, je hebt alles geprobeerd, je met dat bellen. En je komt gewoon niet aan die bron, omdat ze denken, ja, maar ja, de reputatie van onze producten gaat omlaag. Wat doe je dan? Dat hangt er een beetje van af. Als dat helemaal het hele verhaal is, als je verder niks met iemand anders kan draaien, dan heb je niet echt een verhaal. Je moet natuurlijk wel iemand hebben die het verhaal wil vertellen. Heb je een soort van ultiem trucje om iemand toch over te halen of zo? Of? Nou ja, uiteindelijk, en dat is niet echt een trucje, omdat ik dat ook gewoon echt geloof. Ik denk dat als je iets maakt of iets doet, hè, dan moet je altijd bereid zijn om te vertellen hoe je dat maakt of hoe je dat doet. Zeker als je een product maakt wat je verkoopt aan mensen. Dan hebben jouw klanten en de consumenten toch recht om te weten hoe zit dat dan in elkaar. En dat je gewoon, we vragen het altijd aardig en netjes. Weet je, wij gaan echt niet, wij zijn geen heel confronterende Alberto Steegman die met verborgen kamer. Dat is echt niet de stijl van de keuringsdienst. Het is gewoon echt een gesprek. En als je het wil, dan krijg je helemaal de ruimte om jouw verhaal te vertellen. Ja, jullie stijl die is wel ook weer kenmerkend. We zagen net al een stukje waar jij wat dan zei over die vis. Je hebt ook in de uitzending gehad van het is een brood in de vorm van een stok, maar het is geen stokbrood. Of wat je net zelf ook al een beetje zei van, ja, af en toe toch een beetje een domme vraag stellen of verbaasd kijken.
Wat is de tactiek daarachter? Wat wil je daarmee bereiken? Nou ja, het laten vallen van lange stiltes of het herhalen van wat iemand zegt en dan een lange stilte laten vallen, dat kan natuurlijk wel ervoor zorgen dat iemand zich realiseert van, oh, dat is eigenlijk een beetje raar wat ik nu zeg. Of dat diegene dat niet denkt, maar de mensen die thuis zitten te kijken wel. Maar je gaat het niet invullen dan voor degene die zit te kijken. Je stelt alleen de vraag. En je laat de stilte vallen, zodat iemand anders een conclusie kan trekken of een gedachte zich daarover kan vormen. Ja. Dus het is dan en om de onderste steen boven te krijgen bij degene die je spreekt, en om voor de kijker thuis het ook eigenlijk leuk te maken om naar te kijken. Ja, en sowieso is het laten vallen van een stilte best wel spannend om te doen als interviewer. Maar het heeft vaak hele goede effecten. Ja, laten we meteen de stilte vallen. Ja. Nee, maar goed, dus wat voor soort effecten merk je dan? Nou, omdat iemand dan toch, vanuit een soort sociaal wenselijkheid. Hè, en dat is ook moeilijk. Dat vind ik sowieso een van de uitdagingen van de journalistiek, om in te durven druisen tegen de sociaal wenselijkheid. Omdat je altijd toch geneigd bent om een gesprek een beetje gezellig te willen houden. Of om inderdaad een stilte op te willen vullen met praten. Of ja, een ongemakkelijke vraag in je hoofd te hebben, maar dan te denken, ja, maar dat is misschien raar als ik dat vraag. Al die dingen moet je dus juist doen. En dat is echt het moeilijke van het vak, hoor. Want als je op het moment, dat hebben jullie vast ook al meegemaakt, als je ergens aan het draaien bent of een interview hebt of zo, dan heb je iets in een stemmetje in je achterhoofd die denkt, eigenlijk wil ik dat weten of zo. Maar dat is een beetje impertinent of een beetje, ik weet het niet. En dan zit je later dat materiaal terug te luisteren, dan komt die vraag in je op en denk je, ja, natuurlijk had ik die moeten stellen nu, want dat was hem. Dat was de vraag. Dus jij is er tegen ingaan af en toe, gewoon juist tegen die... Ja, maar dat is niet makkelijk, hoor. Want je moet dus heel scherp zijn op je eigen intuïtie en dan ook nog het lef hebben om erop door te gaan en het echt uit te voeren. Ja, hoe lang duurde het bij jou voordat je er eigenlijk overheen was, als je dat ook echt kon doen? Nou, misschien dat in zekere zin dus mijn keiharde jakhalzen leerschool daar wel helpend in is geweest. Want daar was nul ruimte om dat soort intuïtie te negeren of sociaal wenselijk te gaan lopen doen. Dat was toch echt wel niet even die harde orde. Sfeer van, nou, kom op, even stok achter de deur. Ja, ja, okay. Ja, dat is echt een enorme schop onder mijn kont geweest. Ja. Maar ja, de vraag is, weet je, hoe hard moet je schoppen om vooruit te komen? En hoe hard kan je schoppen voordat iemand gewoon een heel poosje op de grond ligt te denken, zo, dat was wel een hele harde schop. dat is voor iedereen anders natuurlijk. Maar goed, ik ben een zacht ei. Ja, dus voor iedereen ligt die grens natuurlijk anders. Ja. Ja. Nou goed, wij hebben nog even een moment voor jullie om vragen te stellen. Ik weet niet of iemand al een vraag heeft. Ja. Kijk hoor, er komt een microfoon naar je toe. Ja, je vertelde over je belangst. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar zelf ook wel last van. Dus ik vroeg me af, heb je misschien tips of hoe je daarmee om kan gaan? Of ja, dat eigenlijk. Ja. Ik denk toch dat je... Nou, wat mij heel erg helpt is om een pen en papier altijd bij de hand te hebben. Want je kan gewoon beter je gedachtes op een rijtje krijgen als je het even kan opschrijven ook. En wel alvast een eerste zin in je hoofd hebben of misschien zelfs opschrijven. En dan is er gewoon dat het afschuwelijkste moment is vlak ervoor. Dus het intypen van het nummer gaat dan misschien nog. En dan maar dat moment dat je echt zegt, oké, nu gaat hij over. Dat is het ergste moment. Dus daar moet je ook een beetje aan vasthouden. En dan gaat hij over. En dan hoop je dat hij voicemail gaat, hè? zal ik iets inspreken? Nee, ook niet. Vanaf het moment dat iemand opneemt, dan wordt het beter. Dus je moet gewoon realiseren dat je inderdaad in die achtbaan zit en dat je even over dat punt heen moet. En dan is het eigenlijk net als een kies laten trekken of een Brazilian wax. Dan moet je gewoon vanaf. Ja, je moet het. Je moet het doen, want je wil het, maar je wil het niet of zo. Het is ingewikkeld. Ja. Je moet de korte termijn tegen de lange termijn afwegen. In de lange termijn wil jij een succesvol journalist zijn. In de korte termijn wil je gewoon niet nu dat telefoontje doen, even. Bedankt. Succes. Dank je wel. I hear you. Kijk hoor. Ja, nog één vraagje doen inderdaad. Yes. Ik vind dit zelf een hele leuke vraag. Maar als er een biografie over jou geschreven gaat worden, hoe zou je dan willen dat die heet? Oké, het is de eerste keer dat mijn vraag gesteld wordt met dat eerst de vraagsteller zichzelf een compliment geeft over een leuke vraag.
Good for you. Dus hoe zou de titel moeten zijn over van mijn biografie? Nou, Sophie van den Enk, het was toch wel de moeite waard. Zoiets. Toch wel de moeite waard? Ja, waarom? En gewoon het hele leven, al het gezeur en alle... Niet toch wel de moeite waard om een boek te lezen, maar over het leven dan? Nee, gewoon over het leven, ja. Over dat haar het, natuurlijk, ja. Ja, ja, dat ja, het ja. toch... Ja, al het geneuzel, alle moeite... Maar doe je jezelf dan niet tekort? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja. Ja, mijn man is dus Amerikaan, dus die zou echt een soort van... Die zou dus nu echt een banner headline meteen hebben. Ja. Kant en klaar. Ik weet het niet zo goed. Ik ben voor mijn gevoel... Ik doe zoveel verschillende dingen. Want eigenlijk, we hebben het nu heel erg over de keuringsdienst... maar dat is eigenlijk 10% van mijn werk of zo geweest. Maar, ja, goed dat je het zegt, want we gaan nog door op ook de rest. Oh, in ieder geval. Maar zeg maar, als er dan iets is waarvan je denkt... Nou ja, hier ben ik wel echt super leuke vraag trouwens, je hebt helemaal gelijk. Dat is echt een leuke vraag. Ja. Ja. Ja, goeie vraag inderdaad. Ja, goed. Ja, waar je dan trots op bent. Wat zou dat dan zijn voor je boek? Nou ja, de dingen waar ik trots op ben, zijn de dingen waarvan ik... Als ik het gevoel heb dat het echt iets betekent of zo. Weet je, ik ben al jaren ambassadeur voor Edukans. Ik werk nu samen met 113. Ik heb jaren geleden op het depressiegala me uitgesproken over mijn eigen depressies. En daar heel veel reacties op gekregen van mensen dat ze vonden dat hielp of zo. Dat je daar dan openhartig over bent. Dus als je het gevoel hebt dat ik taboes doorbreek of dat ik iets kan... Iets kan doen waarmee de wereld echt een beetje beter wordt. Dat en heb je dat gevoel dan ook heel erg met je programma's die je maakt? Want die zijn ook allemaal maatschappelijk betrokken. Ik bedoel, bij de KRO, je hebt ook nog de vergelijkers, Ouders uit de Kast. Even kijken hoor, Me, Tarzan, Eugene. Het gaat ook over feminisme en over wel heel erg maatschappelijk. Heb je daar dan ook het gevoel dat je daarmee iets verandert? Een maatschappelijke rol? Dat hoop ik dat zo is. Dat het in ieder geval mensen een beetje aan het denken zet of zo. En dat je ook ziet dat programma's... dat het dus een beetje waar we mee begonnen. Hè? Dat het interessant en inhoudelijk is, maar niet per se doodzaai of zo. Dus dat ik dacht dat jullie die nog wel eruit zouden halen van... Me, Jane, You, Tarzan. Had ik dat interview met Moula B. Zullen we naar kijken? Oh, heb je die? Ja. Laten we maar kijken. Ja. Kleren maken de man of vrouw. Maar hoe worden die kleren gemaakt? En wat is het milieueffect ervan? Ben ik hier goed voor de les? Hoe ontstaat olie? Ik denk het wel. Ja, dat plaatje van de jagende man die zijn zaad zoveel mogelijk wil verspreiden en de heilige maagd. Eén woord wat mij heel vaak opviel en dat ken ik eigenlijk niet, is het woord kech. Ja, het betekent... Het betekent gewoon een vrouw eigenlijk. Ik voel wel onvrede bij jullie. Ja, ik voel het als dat daar weinig interesse getoond wordt in ons. En ik begin met jullie vroeger altijd... wel heel veel leuke dingen gingen doen met jullie vader ook. Je vois pas la graine. Alors la graine, elle va se former plus tard. Maar goed, je noemde net dus nog dat stukje over dat van Kech. Ja. Waarom noemde je dat? Nou, want als we dus dan hebben over dat sociaal wenselijke moment... want hij zei dat dus, van is gewoon een vrouw. En ik ga nog bijna de mist in, dat zit er nu niet in. Maar je hoort mij zo zeggen van... Want ik heb begrepen dat, en dan wilde ik zeggen hoer betekent. Toen dacht ik, nee, kut, dat is niet handig. Wat betekent dat woord eigenlijk? En toen zei hij dus gewoon een vrouw. Ja, en dan denk je dus, shit, wacht even. Hij is echt, zegt hij dat echt nu tegen mij? Hij denkt, deze oude taart weet gewoon niks of zo. Dus toen dacht ik, ja, nu moet ik door. Dus toen dacht ik, wat is het allerergste wat ik nu kan zeggen. Ik zei, dus je moeder is een kech. Ja, slim. Dus je eigenlijk van het domme houden. Ja. Doen alsof je het niet weet om hem terug te pakken. Ja, okay? Ja, je moeder is een kech. En je zusje is een kech. Toen was ik echt lekker op de dus je nichtje is een kech. Je oma is een kech. En hij zo, nee, dat ook weer net niet. Weet je? Nou ja. Zelfs nog, ben ik dan een kech? Want hij zei, want het is meer... Je zegt het niet... je zegt het niet over elke vrouw. Het is een beetje iemand die je niet zo goed kent. Toen zei ik, dus ik ben een kech. Ja. Nee, want het is meer... Ja, dat zou je ook niet zeggen uit respect, omdat je oud bent. Ja. Nou. Het was zo grappig. Maar je hebt het wel goed teruggepakt. Het is enorm viral gegaan op Dumpert. Dus dat was toch mijn moment of glory of zo. Ja. En uiteindelijk, dus het is super entertainend. En tegelijkertijd zeg je dus... Ja, dat woord kech wat jij net in je mond neemt... dat is dus helemaal niet gewoon vrouw. Doe even normaal. Dat is super respectloos.
En daarmee zeg je dus iets over de positie van vrouwen in de cultuur. En nou, daarmee is het dus ook inhoudelijk relevant. Dan ben ik dus helemaal gelukkig. Beetje een leuke manier om toch maatschappelijke thema's aanspreekbaar te maken. Ja, perfect toch? Besprekelijk te maken. Ja. Zo. Wat ons ook opvalt, we keken dus net naar nog een paar andere programma's die je ook maakt bij de KRO-NCRV. Je werkt daar wel veel samen met dezelfde mensen die dus ook bij de keuringsdienst en bij de rekenkamer werken. Is dat fijn om in zo'n vast team te werken? Maar kijk, want bijvoorbeeld hier, nu dit groepje, wij zien elkaar dus bijna nooit samen. Die scène met Ersin, dat ik in die trouwjurk sta aan te hijsen. Nou, dat is een van de weinige keren dat ik hem gezien heb of zo. We hebben elkaars nummer, weet je, je kan elkaar een berichtje sturen. Maar eigenlijk zie je elkaar nooit. Oh, jullie werken wel apart, zeg maar. Ook al werken jullie aan hetzelfde onderwerp. Ja, want je draaidagen nooit tegelijk. Dat belstudiootje bij de keuringsdienst, dat is één studiootje. Dus als Teun er is, dan kan ik er niet ook zijn, want daar hebben we dan niet zoveel. Ze worden niet gek van elkaar. nee, zeker niet. Ja. En dus ja. Maar hoe werkt het dan wel goed samen als je elkaar zo weinig ziet? Nou, wij werken niet samen in dat opzicht. Dat is ook echt niet zo. Via de redactie dan? Via de redactie. Dus met de redactie werk je samen. Dat en je camera. Dus als je één onderwerp hebt en daar werk je allebei aan, zodat je jullie tussen. Ja, station. Ik heb bijvoorbeeld het meeste. Via Meet Jane Utarzan heb ik een hele leuke cameraman leren kennen. Waar het echt super goed mee klikt. En ik had al met heel veel verschillende mensen gewerkt. Maar met hem voelde me heel fijn. En dan merk je dus ook dat je echt het beste uit jezelf had. Want je hebt gewoon vertrouwen, echt zelfvertrouwen nodig. Hè? Zeker voor de camera. En dan dus. Dat is fijn. Dus nu als ik ergens moet draaien, zeg ik, ik wil wel heel graag met hem draaien. Het is wel een beetje een oude man trouwens. Dus hij moet wel, zeg maar, nog een tijdje mee, is mijn bedoeling. Dus je mensen direct om je heen verzamelen, dat je daar een goede sfeer mee hebt, dat is heel belangrijk. En je hebt nog iets voor als je gaat draaien. Volgens mij had je daar wat voor meegenomen. Mm. Toch niet alleen mensen, maar ook, ook iets spulletjes. Van dingen, spulletjes. Want jullie hadden gevraagd of ik een voorwerp mee wilde nemen. Ik ga altijd. Ja, we zijn benieuwd. Ik heb altijd dit tasje mee. Oh ja, ik heb ook hele fijne keelpastilles. Dat is ook heel belangrijk. Nee, maar wat ik heel veel doe, waar ik echt mijn geld mee verdien. Want de journalistiek, ik weet niet wat jullie daar nu van verwachten. Maar wat ik veel doe is dat ik ook als dagvoorzitter werk. Dus ik doe ook heel veel onderwerpen over duurzaamheid en zo. Dus bijvoorbeeld maandag heb ik dan een of andere klimaatconferentie met allemaal technische types en zo. En dat is heel vaak in zaaltjes, zoals deze. En dan heb je dan doen ze een DPA op. Technische term, zo'n microfoontje dat je hier hebt. En dan moet je, als ik dan een jurkje of iets aan heb, dan moet je dat kastje kwijt. En dan neem ik deze dus mee. Oh ja. Kan je om je heup klippen goed. Of zo? Vertel, ja. Wat? Ja, dan kun je inderdaad dat microfoontje, dat kastje, kun je dan hier opplakken en dat ding eromheen. Precies, je maakt het. Dus je doet het om en dan kom ik aan. Wat goed. Nou, en dan dus die geluids, de audiotypes. Altijd voorbereid. Op die zeggen dan, wow, dit is professioneel. Dat heb ik alleen nog maar bij Caroline Tensen gezien verder. En dan kun je die dus omdoen. En dan hang je daar je zenderkastje aan. Ja, ik heb hem heel vaak inderdaad ook gewoon hierachter dan liggen. Precies. En dan valt hij dus van je broek af of zo. Of dan zit hij in je kontzak, super onhandig. Nou, dus dit kan ik iedereen aanraden. Het wordt gemaakt van de stoffers, ook surfpakken en zo van maken. Dus je kan er ook echt lekker een beetje in zweten. Mijn eerste was toen ik meedeed aan Wie is de Mol. Toen had ik het gewonnen. Toen mocht ik die van de geluidsman mocht ik hem houden. Ja. Dat was echt een ultiem cadeau. Ja, dat is een journalistieke tool. Dus dit is mijn journalistieke tool. Ja. Nou, en dan voor de dames nog eventjes. De MAC Prime Spray. Prime, maar vooral na het opdoen. Oh, dat is lekker hoor trouwens. Even tussendoor verfrissen. Ja, ik wil ook wel hoor. Wel je mond echt. Oh, heerlijk. Lekker, hè? Ook voor de mannen. Ja. Dan blijft dus je blijft je make-up heel goed zitten. Als je make-up hebt opgedaan en je gaat je bent de hele dag op pad, dan kun je even. Ja, ga je niet zo glimmen. Ga je niet zo glimmen en dan blijft het wel dus goed op zijn plek. Ja, dat is als je op locatie draait. Je ziet mij te zitten in dat veld in Frankrijk. Nou, ik wil niet zeggen dat het elke dag briljant gelukt is of zo. Maar in ieder geval gaat je mascara niet aan de wandel. Altijd klaar om te presenteren. Nou goed, we hebben het heel veel natuurlijk over jouw programma's gehad. Maar we hebben ook nog een vraag van de gast van vorige week. En die vraagt over de programma's waar je naar kijkt. Hey Sophie, mijn vraag is, wat kijk jij zelf voor programma's waar je heel veel van leert? Hey, wat leuk. Nou, ik kijk ook graag naar haar. Ik volg haar ook op de Instagrams. Ik
Een vriend van mij die presenteert sinds kort elke avond een programma op NPO 1, de avondshow. En nou schrijf ik ook voor Arjen, help ik een beetje mee met de interviews voorbereiden. Dus werk ik ook weer achter de schermen. Dus dat is heel leuk. Daar kijk ik eigenlijk nu het meest intensief naar. Oh ja. En ik kijk altijd naar de openingsmonoloog van Stephen Colbert. De Late Show met Stephen Colbert. Maar doe je daar dan ook inspiratie op voor je eigen programma's of dat niet per se? Nee, het is toch wel heel iets anders. Ja. Het is gewoon heel leuk. En het engagement wat eruit spreekt en de betrokkenheid... Okay. Dat vind ik zelf heel leuk en inspirerend om naar te kijken eigenlijk. Maar ik ben niet per se enorm een studiomens geworden op de een of andere manier. Wel leuk hoor, maar dat zo is niet gelopen. Ja. En bij de KRO had je natuurlijk heel lang een vast contract. Je werkt nu als freelancer. Was dat een bewuste keuze? Ja, nou niet een vast contract. Het waren tijdelijke contracten. Die komen dan in een reeks. En op een gegeven moment, hoe goed je ook bent. Dat is een beetje. Dat heb ik al. Nou, maar dus jullie generatie is helemaal wat dat betreft. Een soort van losse contracten. En die konden elke keer verlengd worden eigenlijk. Ja, dat kan drie keer of nu vier keer, geloof ik. Misschien is iemand. En als je dan niet goed genoeg was, dan konden ze gewoon zeggen. Nou. Dan laat maar. Nou ja, kijk, na drie contracten, en dat is natuurlijk hoe het sociaal geregeld is in Nederland. Na drie tijdelijke contracten moeten ze je vast in dienst nemen. Want anders, je kan niet aan de gang blijven met tijdelijke contracten. Maar vast in dienst, dat kan maar voor een x aantal mensen. En de arbeidsvoorwaarden bij de omroep is zo goed dat mensen niet zo snel hun ontslag meer nemen als ze eenmaal binnen zijn. Dus er is een bepaalde generatie die heeft vaste contracten. En dan de nieuwe aanwas, die zitten aan die tijdelijke contracten. En op een gegeven moment, dan moet je toch in beweging komen. En dan ben ik op zich wel blij dat je als freelancer verder kan. Ja. Sowieso hoor, freelance is helemaal niks mis mee als journalist. Dan hou je ook een beetje je onafhankelijkheid en je vrijheid. Maar het is wel heel fijn als je ergens een tijdje echt iets op kan bouwen eerst. Niet meteen alleen maar gaan freelancen, want dan is je basis toch wel flinterdun. Dus ik zou echt wel aanraden om dan toch gebruik te maken van een paar tijdelijke contracten. En misschien dat er tegen de tijd dat jullie echt carrière gaan maken, dat er al genoeg... boomers met pensioen zijn, ik weet het niet. Ja, dat er dan meer plek is voor vaste contracten. Ja. Okay. Maar dat dus freelance is ook wat onregelmatiger werk. Soms heb je dan een periode waarin je veel projecten hebt... en dan weer even wat rustiger aan doet daarna. Ja. Hoe is dat dan? Hoe zorg je dan toch voor een soort regelmaat? Want ja, dat lijkt me toch wel fijn om te hebben ergens. Ja, wat een goede vraag. Ik weet het geen niet. Idee. Nee, regelmaat is er echt niet. Dat is gewoon... Merk je dat het nu ook minder is dan hiervoor, toen je dus die tijdelijke contracten had? Merk je daar veel verschil in, nu als freelancer? Nou ja, het hebben van een contract, dat merkt dat je hebt in ieder geval wel een soort basisinkomen. Dus dat geeft wel al een bepaalde rust. Maar zodra je gaat freelancen, en dat heeft gewoon iedereen, dat kom je niet onderuit, is dat je onrust hebt, omdat je denkt, ja... Als je iets aangeboden krijgt, dan wil je dat gewoon doen. Want dat is inkomen. En als je het niet doet, dan heb je dat inkomen niet. Ja. Dus je zegt overal ja op. Ja. Dat is echt... Dus het meer baseert op geld, op inkomen misschien. Ja. Ja. Zou je dan misschien ook eerder een programma presenteren... waarvan je minder denkt, dat vind je minder leuk, puur voor dat het geld? Nou, dat is dan het voordeel, denk ik, dat bij KRO en CRV zit. Dat zijn niet programma's waarvan je denkt... dit is wel heel afschuwelijk, weet je wel. Ja, ik weet niet wat ik zou... Ik zat gisteravond voor de grote... Af en toe moet ik gewoon toch even gewoon tv kijken of zo. Dus ik zat even... Kees Tol heeft een programma waarbij de mensen moeten raden... wie er dan echt in het huis woont. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Maar dan zitten er dus vier BN'ers te kijken naar vier Maaikes. Maaike A, Maaike B, Maaike... En die Maaikes die geven dan een rondleiding door hun eigen huis. En er is maar één de echte. Ik zat er zo de hele tijd naar te kijken, denk ik. Dit wordt dat je hier toch voor gevraagd wordt. Ja, goed. Ja, misschien. Ja, ik weet niet, als je dan in dat panel zit, krijg je misschien wel per keer... zeker 1000 euro per keer. 2000 misschien. Okay. Maar zou je dat dus doen? Je probeert maar nee te zeggen. Dan 2000 euro per keer. Misschien nog een keer je huis en tuin erbij. Ja, dat is volgens mij ook Kees Tol. Ja, je moet wel ergens. Moet ergens een grens worden getrokken. Ik ben in het ongelofelijke goede geval. Dat die vraag mij nog nooit gesteld is. Nee, precies. Ik heb nog nooit vreselijke dingen hoeven doen. Maar ik heb wel bijvoorbeeld van die spelprogramma's. Ik heb meegedaan aan Wie is de Mol. Dat is wel natuurlijk de
premium versie van al het andere. Al het andere heb ik nee tegen gezegd altijd. Robinson en andere reality dingen of zo, nee. Ja, nou, dat goed. Doe ik echt niet. Nee, zij dus zelf ook al eerder dat je de afgelopen jaren best wel lastig vindt om een goede balans te kunnen vinden tussen werk en privé. Is dit een citaat van mij? Ja, dat is een, oh. Ja, dat is een citaat van jou inderdaad. Ja. Het is de afgelopen jaren wel lastig geweest om een goede balans tussen werk en privé te vinden dus. Maar ja, is dat dan nu wel gelukt en hoe dan? Ja, nou ja, je went eraan denk ik of zo. Ja, mijn kinderen weten wel gewoon mama werkt. En mama werkt ook best wel veel. Ja, ik vind, wat het voordeel is van die dagvoorzitterschap is dat je in één middag natuurlijk wel in één dag een heel mooi deel van je inkomen bij elkaar krijgt. Dus kun je daarna ook weer eventjes een beetje bijkomen. Ja, dus ik denk dat het nu eigenlijk wel goed gaat. Beter gaat dan een paar jaar geleden eigenlijk. Ja. Ja, en waar ligt het dan aan dat het nu wat beter gaat? Nou, tv is gewoon heel hectisch en heigerig en druk. Dus hoe minder tv in je leven, hoe beter het gaat. Oh, nou, goede tip om mee te nemen. Ja. Nee, maar goed. TV is een medium wat zichzelf onwaarschijnlijk belangrijk vindt. En daar kan je in meegaan, want het is buitengewoon besmettelijk. Dus als je dan in die omgeving zit, dan vind je dat ook gewoon. Maar Jacobine Geel zei dat een keertje en dat vond ik echt het beste wat ik heb gehoord over televisie. Het is een medium dat heel erg de neiging heeft om op een consumptieve manier met mensen om te gaan. Dus het medium pakt uit jou wat het kan gebruiken en de rest is eigenlijk niet relevant. En daar moet je echt mee om kunnen en willen gaan. Ja. Ja, dat is het. Het kan je leeg trekken, zeg maar. En terwijl jij dus al die programma's maakt en dus wel in de televisiewereld dus dan heel erg zat, vond je toen wel leuk om te doen? Of is het nu meer achteraf dat je denkt van... Ja, ik denk eigenlijk meer dat je omgeving er last van heeft dan dat je dat zelf. Want je bent dan ook besmet met het tv is belangrijk en alles moet wijken, virus. Ja. En dat je dan inderdaad op een gegeven moment je man of je zusje of weet je, ben ook gescheiden. Dan moet je, als je mijn ex-man zou vragen wat hij van mij vond in de jaren dat het... Hebben we een vraag? Nee. Precies, ja. Ja, okay. Nee, dan neemt het. Toen ik Wie is de Mol had gewonnen, nou, het was echt niet zo grappig of zo. Die vakantie daarna in Frankrijk met de kindjes. En die echt heel klein waren en die het ook nodig hadden, gewoon dat mama er was. Meestal op een camping. Ja, er zijn natuurlijk de hoop mensen die dat toch gezien hebben, die daar wel even wat over willen vragen. En dan wil je ook geen nee zeggen. En, ja. Nou, dat was niet gezellig. De mensen bij ons in het publiek mogen ook nog een keertje wat vragen. Tuurlijk, ja, hier ben ik staan, hoor. Als je nog een vraag hebt. Dat is de laatste kans. Oh, daar zit hij. Kijk, de microfoon komt eraan. Yes. Tuurlijk, ben ik weer. Standaard vraagsteller. Je had het heel leuk over je ervaring die je opgedaan bij de Jakhalzen. En Erik Dijk, dinges... Dijkstra. En Frank Evenblij, die komen er allebei vandaan. Die hebben er ook echt best wel carrière opgebouwd. Ja. Maar Jakhalzen bestaat niet meer. Dus wat is het alternatief? Wat moeten we nu doen? Wat moeten wij doen? Ja, het was natuurlijk wel net een hele mooie plek om je te ontwikkelen. En zo was het ook bedoeld, natuurlijk. Ja, dus het is niet echt een plek wat dat betreft. Hè? Om zo'n hele speelse manier... Ja, ik zou solliciteren bij de avondshow sowieso. Want nou ja, dat is qua sfeer, denk ironisch ik. Ironisch gedaan. Ja. Wat heb je gedaan? Oké. Okay. Nou, probeer het gewoon nog eens. Ik denk dat qua lichtvoetige benadering van het nieuws, zeg maar, nu het meest in de buurt komt. En de sfeer is beduidend beter, kan ik je melden. Dus dat is goed. En ik denk dat je... Ja, dat vraag ik me echt af. Zit daar nou bij jullie energie op, zeg maar? Ik ben zo'n sneuwe generatie. Ik weet nog net wat een potlood en een cassettebandje met elkaar te maken hebben, zeg maar. Ik ben dus wat dat betreft echt nog van de analoge generatie. Dus ik heb nooit heel erg gedacht van, oh, wat leuk, ik ga een YouTube-kanaal beginnen. Zoals ik aan denk, denk ik, oh. Mijn man doet dat even trouwens wel. Die heeft dat ook al. En dat is best wel succesvol, heel grappig. Maar... ik heb dat dus niet, maar denken jullie dat wel? Want dat is eigenlijk je speelruimte nu. Dus of je op YouTube iets journalistieks wil beginnen? Als je op YouTube iets journalistieks kan doen, filmpjes kan doen, jouw eigen reflectie kan delen met je
met je kijkers, met je followers. Want daar kijkt Hilversum namelijk wel naar. Hè? Dat is eigenlijk een soort ongoing open sollicitatie die je kan doen. Ja. Een beetje zoals de treitervlogger uit Zaandam. Ja, nou ja. Want dat Hilversum is natuurlijk ook heel erg bezig van hoe bereiken we nog jonge generatie en hoe slaan we die brug en zo. Dus jullie generatie kan daarbij helpen. Dus je denkt dat het juist een goede is voor je portfolio als je bijvoorbeeld op Instagram of op YouTube actief bent. Dat je dus zeker meer kans maakt om binnen te komen. Zeker als je dan ook laat zien dat je niet alleen maar zegt van oké, zo en voor me. Maar gewoon echt zeg maar iets inhoudelijks kan toevoegen. Dan heb je wel een goed spoor te pakken. Ja. Ja, eerder had je het ook al over dat als je gelijk freelancer werk gaat doen, dat het dan flinterdunne bodem is. En dat je beter bij een groot programma kan beginnen. Maar is dan zo'n YouTube-pagina anders dan freelance work? Want eigenlijk doe je dat al helemaal in je eentje. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat je dat meer kan zien als een soort stage of een speelruimte. Waarmee je hopelijk iets anders. Ja, dat het een beetje twee sporen beleid is. Want ik denk wel dat het goed is om ook een gedegen basis te leggen, maar dat je dat er misschien bij kan doen. Als dat niet te veel gevraagd is. Ja, een soort van sollicitatie en portfolio in één baan eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Want ik denk dat ik het, als ik dat helemaal aan het begin van mijn carrière, als dat toen ook al had bestaan, dan denk ik dat ik dat wel had willen doen. Alleen het kwam toen op en dan was ik al half bij tv binnen. En dat is natuurlijk veel makkelijker. Het is niet makkelijker of zo, hè, voor jullie. Dat wil ik niet zeggen. Zijn er nog andere vragen? Dan heb ik nog een vraag. Als je nadat je dat spul op je gezicht spuit, daarna met je hand over je neus gaat en je wrijft in je oog, hoe haal je dat geprik in je ogen dan weg? dat is een hele goede leerschool, denk ik, voor jou dan geweest bij deze. Ja. Ik ben niet bekend daarmee. Maar dus niet op je gezicht en dan weer in je ogen. Je moet het heel even laten opdrogen. Niet meteen. We regelen nog wel even fysici voor jou. voor de volgende uitzending, okay. Dan komt dat wel goed. Goed. Het was geen pepperspray, toch? Was dat roze? Nee. Oké. Okay. Nee. Aan jou de vraag om een tip te geven voor de studentenjournalistiek. Ja, eigenlijk zou ik het belangrijkste vinden dat je goed op jezelf past, eigenlijk. Want het is best wel een hard en uitdagend vak. Dus ik denk dat het belangrijkste is wat je mee zou kunnen geven. Ik weet niet wat ik met die tip gedaan zou hebben. Voor de vrouwen kan ik nog zeggen, je gaat er echt in met de gestrekt benen, met alle ambitie van de wereld en zo. Maar er gebeurt toch wel iets bijzonders op het moment dat je kinderen krijgt. Je ambitie gaat als een soort wordt heel raar onderuit geschoffeld. Dus als je zeg maar kinderen wil, denk goed na over je partnerkeus. Ja, oké, huismannen regelen allemaal. Nee. Huismannen, ja. Oké. Ja, ik kan niet anders zeggen. Dat is een beetje. En hoe heb jij dat opgelost? Helemaal niet mee bezig, of is dat te privé? Hoe ik het heb opgelost? Nou ja, ik heb dus twee mannen versleten tot nu toe. En die wel heel erg veel ruimte geven aan mijn ambitie. En dat is wel heel belangrijk. Ja. Je noemde net van tevoren bij ons ook nog iets waarvan ik eigenlijk denk dat het ook nog wel een goede tip kan zijn. En dat had te maken dat in een voorgesprek of als je voor je interview dus met iemand aan het bellen of aan het praten bent, je niet meteen alles al moet vragen. Misschien kun jij dat nog even toelichten. Nee, wij hadden even een voorgesprek en zo. En dat was een heel leuke vibe in alles. Maar ik zei van ja, we kunnen ook zeggen, save it for the show. Want als je een live gesprek hebt met iemand, dan werkt het vaak het beste om. Ja, wel goed. Hè? Jullie hebben je heel goed ingelezen. Jullie weten ontzettend veel. Ik ben echt onder de indruk van alle montages en alle goede vragen. Supergoed. Dus die voorbereiding is heel belangrijk. Maar dan de spontaniteit van het gesprek heel erg respecteren. Want je kan het toch niet helemaal voorbereiden in dat opzicht. Maar wat wel heel goed werkt, als je iets opneemt met iemand, om als iemand heel lange antwoorden geeft, zoals ik denk ook wel, dan dat je het nog een keer vraagt en dan even vraagt om het samen te vatten. Want dan heb je mooie korte quotes. Even kort en bondig. Ja. Nog een extra tip. Ja. Dankjewel. Pro-tip. Ja. Nou, in ieder geval, dit was alweer het einde van de uitzending. Nou, jullie heel erg bedankt allemaal voor het komen, jongens. Sophie, heel erg bedankt dat je hier in onze bonusstoel wilde zitten. Ja, mag ik nog zeggen, heel erg veel succes met jullie studie. En ik vind het echt superleuk dat jullie er zijn en waren en ook fysiek aanwezig. En ik heb echt, als ik wel eens dacht tijdens de coronatijd aan mensen die nu studies doen, wow. Dus super veel respect voor jullie en zet hem op.
Ja, top. Dankjewel in ieder geval. Ja, echt super fijn dat we dit allemaal weer fysiek kunnen doen. Ja. Maar we hebben nog een leuke mededeling. In ieder geval, volgende week hebben we geen bonus, want dan is het tentamenweek. Maar we hebben wel een andere mededeling. En dat is dat wij als bonus weer een nieuw bonusteam zoeken voor volgend jaar alvast. En je kunt je daar voor opgeven. Even kijken, dat is voor 15 april is de deadline in ieder geval. Dus het is gewoon jullie baan. Ja, dus wij gaan de sollicitaties doen inderdaad. Dus wie weet zit er een toekomstige bonuslid in het publiek. Maar daar gaan we eventjes naar kijken, naar ons oproepje. Nou, het bonusprogramma zoekt weer nieuwe mensen. Nee joh, dat ben je niet. Woehoe! Maar wat houdt het bonusprogramma dan eigenlijk in? Toffe interviews, maar ook hard werken. Ja, meestal toffe interviews. Weet je nog die ene gast? Sst, dat moet je niet zeggen. Maar tenminste doen we bakken aan ervaring op. Maar wie waren er eigenlijk de gast? Ja, Kees van de Spek. Maar ook Gerrie Eikel. En Marieke Elsinga. Conclusie? Aan de slag bij het bonusteam. Is het leukste wat er is. Dus meld je aan! Nou goed, dus ja. Nog even resume. Allereerstejaars, lijkt het je nou tof om te gaan doen wat wij nu doen? Interviews met mensen uit het vak die hun ervaring delen. Meld je aan voor 15 april en mail naar bonus. Zoek bonus@gmail.com. En voor dan zouden we zeggen tot de volgende keer. Hele goede vragenstellers gehoord ook hoor. Hier. Ja, we zijn benieuwd. We houden het in de gaten. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel. Doeg.